Is dat opmerkelijk dat je dan dat hij het voortouw moet nemen in dan een mogelijk kabinet waar zijn partij van gezegd heeft te gruwelen? Ja, maar goed, we kennen Ronald Plasterk. Dat is een collega van mij, columnist bij de Telegraaf. Dus dat zeg ik er wel even bij. En ik ken hem als iemand die ook buiten de gebaande paden durft te denken. En ook niet de eigen club uit de wind. Is hij nog lid van de Partij van Arbeid? Volgens mij wel. Maar wat volgens mij de bedoeling van Wilders is geweest, is om iemand te vragen die inderdaad behoorlijk wat heeft bereikt in Den Haag, is 2 keer minister geweest, tegelijkertijd ook visies heeft geuit waarvan hij denkt, nou, dat is niet per se tegen de PVV gericht. Daar kan ik mezelf ook wel in vinden. Maar misschien nog wel belangrijker in deze is dat hij wel enige vertrouwensband met hem heeft opgebouwd. Ze kennen elkaar natuurlijk al een lange tijd, omdat ze alle 2 in het Haagse métier werkzaam waren. Maar zij zijn afgelopen juli elkaar tegengekomen op Bonaire, waar ze alle 2 op vakantie waren. En daar is een gesprek geweest tussen, s'avonds aan de dinertafel. Tussen... En dat is toch wel een leuk detail. Ja, met Ronald, zwemvlies er nog aan. Er wordt nog gezwommen daar. Ronald Plasterk met zijn vrouw en Geert Wilders met zijn vrouw. En die hebben daar een avondje gezellig gedineerd. Nou. En daar is kennelijk iets ontstaan, waardoor op het moment dat er een nieuwe verkenner nodig is, Wilders dacht, we gaan Ronald vragen. Maar het is toch wel opvallend. Zo gaan die dingen. Dit zou bijna, als je die scène zo visualiseert, zou bijna sketchy kunnen zitten, toch? Dat zie je wel heel snel in de buurt. Een soort sleutelclub tussen die mensen. Of een soort iets dat je denkt, oei, wat gebeurt er allemaal? Ja. Dus het is wel zo. Trouwens, hij had wel een soort dat je ontbreekt, maar hij had een lintje op die onze... Kan het even terug? Ik bedoel, Plasterk? Nee, de andere manier. Hier, let op. Hier, even kijken, een lintje. Ja, nog wel. Ja. Nog wel. Ja. Nog wel, maar dat wordt eraf gehaald. Nou, dat even, hij is niet voordeeld. Hè. Laten we dat even duidelijk maken. Maar wat interessant is in die verhouding tussen in dit geval Wilders en Plasterk. Kijk, Wilders ontmoet niet zoveel nieuwe mensen in zijn leven. Hè. We moeten niet vergeten dat de man al 19 jaar zwaar wordt beveiligd. Hij gaat van Safehouse naar het kantoor in Den Haag, wat ook al helemaal is afgeschermd, in de gepantserde auto en terug. En dat eigenlijk elke dag. Als hij naar zijn werk gaat. Dus de kans dat hij buiten de eigen vertrouwde PVV-kring of mensen in de Kamer nog andere Nederlanders ontmoet, is niet heel erg groot. En dan is zo'n toevallige ontmoeting eigenlijk wel heel bijzonder en niet zonder resultaat.